Ja, een hele goede morgen, lieve mensen. Van harte welkom bij wederom een heel bewolkt Verdru in de Vogezen waar wij wonen. Maar we hebben de Leeuwenpoort hoogtepunt, het Leeuwenpoort hoogtepunt gisteren gehad, 8-8. En dat betekent dat we nog een 4 dagen wel in deze wat turbulente energie zitten. Dus ook vandaag heb ik een morning setup om goed alles los te maken, in beweging te brengen. Het is niet echt een heel speciaal thema, anders dan eigenlijk alle andere morning setups. Dus als je kunt, kom lekker meestaan. En als het niet lukt, dan blijf je lekker zitten. Is allemaal helemaal goed. Waar het over gaat, is elke keer even bij jezelf inchecken hoe het gaat. Dus laten we eens beginnen vandaag met 1 hand... op je onderbuik en 1 hand op je hartstreek. En 1 moment inchecken bij jezelf hoe het nu gaat. En ik doe deze beweging best regelmatig. Meestal mijn handen bij mijn hart. En mijn lichaam reageert er meteen op eigenlijk met een ademhaling. Een wat diepere ademhaling. Maar misschien doe je dit nog niet zo lang of niet zo vaak. Dus kijk maar eens even of jij iets kunt voelen, iets kunt waarnemen. En misschien begint er dan meteen al vanuit je lichaam iets op te komen dat er wil bewegen. In mijn geval mijn nek, mijn hoofd. En als je kunt, gun jezelf dan die beweging. En na dit eerste incheckmoment open je als het ware de poorten onder je voeten naar de aarde. En dat kan zowel zittend als staand. Voel maar hoe je stevig staat, hoe je verankerd wordt. En om dat kracht bij te zetten, beginnen we rustig met een beweging. Om je handen met de handpalmen omhoog naar boven te brengen. En dan achter je hoofd naar beneden. Langs de voorkant van je nek heel eventjes strijken bij je hals. Ga je naar beneden over je buik. En dan naar de achterkant bij je nieren. Wrijf je verder naar beneden langs je benen. Langs je voeten. En terug omhoog. Dan kom je in een kruis bij je armen. En terug over je armen maak je een lotusvorm. En dan brengen we het naar beneden. Oeh, ik zie een heleboel berichten binnenkomen. Oh, er was even geen geluid. Nou, gelukkig. Soms is het een kwestie van opnieuw inchecken. Laten we dat nog een keertje doen. Met de armen omhoog, adem in. Dan achter je hoofd langs. Haal je knieën uit het slot. Kom je achter je oren, langs je hals. Een paar keer strijken. Heel goed voor de nervus vagus, de grote hersenzenuw. Om die te kalmeren. Dan ga je over je lijf. Bij je zwevende ribben ga je naar achter. Maak contact met je nieren. Even wrijven. Dan ga je weer verder naar beneden. Langs je benen. Strijk het allemaal af. Je mag je knieën lekker ontspannen. En rol op. Over je buik naar boven. En dan ga je gekruist naar je armen. Laat het via je handen, je armen, onderarmen helemaal naar beneden gaan. En dan maak je de draai van een lotus. En niet alleen is dit een hele mooie beweging. Laat je het weer gaan. Maar het is ook een beweging om alle energiebanen in je polsen te activeren. En met intentie. De lotus is natuurlijk de bloem die groeit vanuit de modder. Dus laten we dit nog 1 keer doen. Soms voelt het wel eens alsof je in de modder staat. Handen achter je hoofd langs. Via je hals, je oren. Strijk je naar beneden, zodat je zenuwstelsel ook helemaal ontspannen is.
En geniet van deze beweging op je lichaam, je handen op je lichaam, wrijf bij je nieren. En breng het allemaal naar beneden. Langs de buitenkant van je been, ontspan je knieën. Langs je voeten. En dan kom je langs de binnenkant omhoog. Via je centrale kanaal naar boven. Kruis de energieën. Er zit echt heel erg veel in deze oefening. Eigenlijk zo'n beetje alles wat we altijd doen in één grote beweging. Maak die lotus weer en laat het allemaal gaan. En het volgende wat we doen is een klein beetje in detail wat losmaken bij het gezicht, bij het hoofd. En dat kun je op verschillende manieren doen. Je kunt je gezicht zachtjes masseren, je kaken. Je kunt zachtjes met je vingers zo'n regenachtig geluid maken, een klein beetje tappen. Je kunt überhaupt gewoon tappen. Maar geef wat aandacht aan je gezicht. Op de manier die voor jou goed is, die voor jou goed voelt. Dus je hoeft niet mij te volgen. De beweging die bij mij opkomt is om de beide hersenhelften wat van elkaar te halen. Vooral hier bij het voorhoofd. Maar ook bijvoorbeeld je oogkassen. En volg jouw lichaam. Soms zitten we zo in ons hoofd dat we helemaal niet afgestemd zijn op wat we voelen. En dat in het begin had ik dat ook. Dat je denkt, oh, doe ik het goed? Doe ik wel de goede dingen? Maar laat jouw handen maar intuïtief bewegen over je gezicht. En dan iets verder over je schedel. Dus met bijvoorbeeld een kam, vingers als kam, ga je helemaal naar achter. Dat is altijd fijn met je haar in een staartje. Strijk naar achter en merk ondertussen op hoe dit voelt. En de beweging die we sowieso allemaal kunnen maken is die kambeweging, dat uit elkaar trekken. Om dat over je hoofd ook te doen. En misschien merk je al op dat er allerlei tintelingen ontstaan. Dat je een stroming voelt. Of misschien voel je een stijfheid. Of een warmte. Ga helemaal door tot aan je nek naar beneden. En dan ook masseer je zachtjes of stevig. Maar net wat jij fijn vindt. Deze monnikskapspier, deze bovenkant, trapezius. En dan om het af te maken, strijken we schuin af van de ene naar de andere kant. Even kijken, doe ik dit nou heel logisch? Nee, doe ik heel onlogisch. Dus hoe je dat doet is, je brengt je arm naar de overkant, tegenoverliggende kant, en dan strijk je af. Hoe ik het deed, gaat het ook, maar dit is echt vele malen makkelijker. En terwijl je dit afstrijkt, visualiseer je hoe alle energie in je lichaam aan het kruisen is. En dat kunnen we nog even met een beweging kracht bijzetten. En dan maken we deze beweging. Helemaal open. En sluit. En dit kun je nog afwisselen aan beide kanten. Dus eerst de ene kant, de ene arm hoog, dan de andere. En stel je maar voor dat in jouw energieveld buiten je lichaam, dus niet alleen het fysieke lichaam, maar ook erbuiten, dat je als het ware nu alle energie in beweging brengt. In je aura, zo heet het ook wel, het biofield, in meer wetenschappelijke termen. En geniet van het moment dat je jezelf omarmt. Als je dat op een trager tempo wil doen en je wil heel even voelen hoe het is om jezelf te omarmen, dan doe dat gerust. Je hoeft niet mijn tempo te volgen.
En als je de beweging hebt, kun je de beweging ook nog iets groter maken met een ruggengraat ademhaling. Niet om jezelf te overstretchen, maar om wat beweging als een golf in je ruggengraat te krijgen. En ook dit is weer zo'n oefening die er super simpel uitziet, maar waarmee je dus heel erg veel dingen tegelijk doet. Je brengt je energie in beweging. Je kalmeert je zenuwstelsel. Je zorgt dat je ruggengraat goed soepel blijft. Op allerlei verschillende lagen. En misschien emotioneel. Het gevoel dat je veilig bent, dat er voor je gezorgd wordt. Al is het door jezelf. En laat ook dit gaan dan. En dan tot besluit, we hebben nu de bovenkant gehad, de schedel. We hebben het hele lichaam al geactiveerd. Deze is speciaal voor mijn vader. Als die kijkt, die heeft last van knieën, versleten knie. Dus wat we doen is eventjes bij, zeg maar, één voet naar voren, één voet naar achter. En klop maar eens even op dit kniegewricht. En dit is net als bij de polsen. Een gewricht waarbij heel veel verschillende energiebanen door je kanalen gaan. Dus door je benen in dit geval. Klop maar eens even. Met enige kracht, enige snelheid op je knieën. Je denkt misschien, nou, waarom zouden we dit doen? Maar dit stimuleert dus alle energie om te gaan stromen. Je kunt dat eventueel nog kracht bijzetten door naar beneden af te stromen met je handen vanaf je bovenbeen. En dan pak je de andere voet. Dus zet één voet naar voren, de andere iets naar achter. Buig je knieën, ontspan je knieën. En klop maar eens lekker op dit kniegewricht. Aan de zijkant en aan de voor- en achterkant. Het is ook heel goed voor je immuunsysteem. Ik krijg al bijna de reactie van, hoe heet zo'n reactie ook alweer, als je er zo op slaat met een hamer. En zo'n automatisch, beweging van je knie. En ook hier, beweeg wat naar beneden met je handen als een harkje over je been, langs je knie, langs je voet. Right. En dan kom je staan. Heel even de yin-fase. Je kunt je handen gewoon laten hangen. Of misschien vind je het fijn om één hand weer op je hart te leggen en één hand op je buik. Maar zorg dat er ruimte zit. Iets ruimte voor zover dat kan onder je oksel. Dat er allemaal beweging mogelijk is, dat je niet heel stijf je handen tegen, je armen tegen elkaar houdt. En dan tot besluit doen we nog shaking the tree. En stel je maar voor dat je een grote appelboom bent, waar allemaal rijpe appels aan hangen. En dat je nu, als het ware in een storm, in een schutbeweging, al het rijpe fruit van je afschut. Het enige ruimte overal in ontspanning, met je knieën gebounced. En voel maar wat voor jou een fijne beweging is vandaag. Het kan kleiner, het kan groter. Misschien wil je er nog een beetje bij zuchten. En speciaal voor onze bezoekers die wij nu bij ons hebben logeren. Die zijn helemaal fan van de Horsey Lips. Dus de Horsey Lips, deze. En dan kom je tot rust, kom tot stilstand. Voel eens even na in jouw lijf. Knieën zijn nog van het slot, maar een paar seconden rust
om te voelen hoe het nu in jou voelt. Wanneer we allerlei energie in beweging hebben gebracht, wederom. Geef jezelf een vriendelijke glimlach, een innerlijke glimlach. Dat je weer de tijd hebt genomen om erbij te zijn. En dan kom ik even naar jullie toe. Goedemorgen allemaal. En ja, mijn haar is alweer flink door de war. Maar de oefening is het helemaal waard. Ja, en het stroomt volop. En die haan erbij. De haan maakt het niet uit of het 's ochtends vroeg is of 4 uur 's middags. Die kraait altijd. En nou, ik lees aan jullie energie dat het goed gedaan heeft. Heel fijn om te lezen. Als je dit later terugkijkt op YouTube, abonneer je dan op dit kanaal. Als je dat nog niet had gedaan, geef de video een like. En aanstaande vrijdag ben ik er weer met een nieuw thema, wat er dan opkomt. Dus van mijn hart naar jouw hart. Namaste. Tot vrijdag.